serieus. Dus ik dacht dat ik de show maar even over ga nemen dan. Maar ook in traditionele kleding. Normaal heb ik 11 weken voor me zitten, maar dat is weg. Dus mensen zonder borsten, kleine borsten, ik weet wat jullie nu voelen. Ik voel me helemaal geamputeerd. Je bent nog steeds sexy, schat. Ja, maar ik doe het met liefde natuurlijk. Hij staat je geweldig, Mens. Echt. Miss Bonaparte! 2021. Even. Only. Dat is waar. Nou, kijk eens, over de richting. Ik denk nog nooit aangehaald, maar ik weet hoe ik bij de sleep moet lopen. Ja, onze Dusty heeft helaas is naar huis. Ze is helaas niet goed geworden. En ik moet wel zeggen dat ik het zeer op prijs stel dat zij is geweest. Ja. Heb ik nog een beetje naar onze zin? Flamera, hoe gaat het met loodjes? Uitverkocht. Geen loodjes meer! Dan gaan we eerst even 5 kandidaten doen. En dan doen we daarna even 5 loodjes. Ja. Want we lopen voor op tijd. Want Bert van Beek staat met pech in Utrecht. Zie je, kan helaas niet optreden. Nee, heeft wel zin. Heeft wel zin. Maar ze staat met pech. We gaan nu verder met de verkiezing. Ik moet eerst even weten, ik heb zelf een draaiboek gemaakt, maar ik weet in godsnaam niet wie de volgende is. Alcoholica! Alcoholica, dankjewel Loes! Hallo? Waar is Sven? Oh! Alcoholica moet ik hebben. Ja. Je legt onder de bar, je legt onder de tap. Lijkt niet dat ik met een gordijn heb. Maar dat zijn we ook wel. Daar ben ik wel. Gordijnen gebleven zijn. Hoe vind je het zelf tot nu toe, schat? Oh, hoe ik het zelf vind. Nou, de jurk zit een beetje strak. Maar dat zit op mijn nek. Maar ik ben dit helemaal niet gewend. Want ik ben normaal tieten gewend. En collier gewend. En weet ik voor allemaal. Achterwet gezet, doe die tulband op. Nee. Echt niet. Nee. 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 Woe! Mijn naam is Rutsi Bonaparte. En mijn naam staat hier op mijn borst. Hoe dagwerk uit? Nee, ik vind het fantastisch. Ik heb deze hele show, sinds dat ik met Inge en Frank op de tafel heb gezeten, dat hun onze deze locatie tot beschikking stelde. Ik ben er 24 uur mee bezig geweest per dag. Mijn normale baan is gewoon machinist bij de NS. I know. Geen klachten, alsjeblieft. Gewoon bij ns.nl. Onder het rijden heb ik iedereen geappt en gebericht. Of ze mee willen werken. En de mensen die hier zijn, zoals Amy Astoria. Ja, Victoria, je komt. Victoria Vijper, Obesia Grande, Bella Blackbird, Lolo Bottoms. Wie ben ik nog meer vergeten? Betsy Prozac. Betsy Prozac, die is helaas naar huis. Ja, in een liveshow zitten soms ongelukjes tussen. Die moest naar huis, de oppas heeft opgezegd, dus ze moest footsie naar huis. Ze heeft geen kinderen, ze heeft hondenkindjes, hondenkindjes. Ho ho, rustig, hondenkindjes. Ja, honden, woef woef. Ja, oh, hier staan een paar hondjes, ze voelen zich gelijk aangesproken. Nee, jullie hebben al een baasje, en als je mijn baasje al steeds was hartstikke, ja, drie zijn. Ik moet even zeggen, want er zijn best wel dingetjes anders gegaan dan wat jij eigenlijk gewild zou hebben. Maar ik vind wel dat jij het echt fucking goed oplost en gewoon improviseert. En dat vind ik echt applaus waard. Maar net als wat ik thuis zei, een show kan nooit goed zijn totdat het goed is. Als het helemaal goed loopt, dan is het gelikt en dan is het gemaakt. En nu is het heel formeel. Ik was helemaal niet van plan om dit te gaan presenteren. Totaal niet. Thank you! Meiden, I own it. Maar we gaan nu echt verder met de show. En onze eerste kandidaat van de tweede ronde.